Hallo, Hanny. Je bent de eerste die binnenkomt. De rest volgt zo. Hallo, Hanny. Je bent de eerste die binnenkomt. De rest volgt zo. <tie> Hallo Hannie. Je bent de eerste die binnenkomt. De rest volgt. Ja, Oké. Okay. Ik heb intussen mezelf gevonden en waar Rempel het beeld is op de goede manier. Nou, ik begin het onderaan te leren. Welkom allemaal. Hi Marianne. Ik zie een heleboel mensen binnenkomen. Ik wil je het nog een keertje zien? Volka was vorige week, vrijdag, bij ons. Op de workshop, of de ja, make-it was het, bij, bij Noor. Dat was wel heel gezellig. We hebben daarna nog heel lekker nagekletst. Het leuke vind ik wel, van, van dit soort lives en andere lives natuurlijk... dat mensen elkaar dan ja, via die lives kennen... en geen gezichten erbij zien. En vrijdag, afgelopen vrijdag waren we bij Noor... en dan waren er waren heel veel mensen die elkaar toen voor het eerst zagen... En dat is eigenlijk heel erg gezellig, heel knus. Zo leuk. <laughs> Hallo iedereen die binnenkomt. Ik wacht nog heel even om te kijken hoeveel mensen er nog het zijn. Als er wat meer binnenkomen dan... Ik, ben ook, ik weet ook nog niet precies of het al... Och, ik ben een minuut te vroeg, maar rempel. Kijk jullie, ik heb het klaar liggen. Ik heb mijn koffer ja, bijna uitgepakt. Je hebt altijd zoveel spullen bij je. Ja, leuk Volkhaar, ik vond het gezellig om jou kennis te maken. Grappig hè, als je dan, je, ik ken heel veel namen, wat, wat ik nu allemaal voorbij zie komen, die namen, volgens mij heb ik al die mensen al wel eens bij mij op mijn tijdlijn gezien, of antwoord gegeven, of dat ze vragen hebben gesteld. Harry, kom maar binnen! Ja, dat is altijd zo grappig, dan staat hij voor de glazen deur te kijken, wat is ze al bezig? Hij denkt natuurlijk, nou, ze zou beginnen om half twee, het is nog geen half twee. Maar goed, hij kan gewoon binnenkomen, toch? Hey, een oude bekende, Martine. Wat leuk. Jij gaat ook weer wat doen in de hobby, heb ik gezien. Ik zie af en toe weer kleuren, mandelaars. Helemaal gezellig. Goed, het stroomt binnen. Ik ga zo beginnen. God, ik ben al een beetje in de Sinterklaasfeer blijkbaar, want ik hoor mezelf rijmen. Goed, dames. Goedemiddag. Leuk dat jullie er zijn. Wat ik vandaag ga doen, dat is te zien al op het plaatje waar jullie naar kijken. Ik hoop dat alles goed zichtbaar is. Zeg het me als er... Iets misgaat, of dat ik zelf, bijvoorbeeld, buiten beeld aan het werken ben, wat ons regelmatig kan gebeuren. Ja, het was gezellig, hè, afgelopen vrijdag. En voor jullie, uh, even meedelen: op 10 december, dus op een zaterdag, dan zijn we er weer. Volgens mij is dan Cordine. Zijn Cordine en ik er dan, en dan gaan we ook leuke workshopjes doen, of make-its doen. Maar dan geloof ik dat ze het liefst hebben dat we wat met Copics doen. Maar jij ja, kan met Copics ook prachtige achtergronden maken, en ook die boekjes doen. Goed. Pampastel is vandaag, staat in de schijnwerpers. Ik heb hier even een boekje, catalogus en technieken. Of het de nieuwste is, weet ik niet. Want net zoals bij velen van jullie heeft die Pampastel bij mij ook een beetje onder het stof gelegen. Jaren, in 2014 waren we geloof ik hiermee bezig, of 2013. En heel veel mensen hebben er toen gekocht, want we hebben toen ontzettend veel verkocht. Daar hebben we ook heel veel dingen mee gedaan. Tot plaatjes in kleuren toe. En dan op een gegeven moment, dan komen er zoveel nieuwe dingen die weer leuk zijn. En die wil je weer proberen. En dan vergeet je gewoon de producten die je nog hebt. Dus vandaar dat ik eigenlijk bij het opruimen op zolder kwam ik die boekjes tegen, een hele stapel. Ik dacht, goh, dat was toch ook wel ontzettend leuk. Dus toen ben ik daar maar weer mee aan de gang gegaan. En je ziet, goud van oud, het is nooit mis. Dit bijvoorbeeld is een poppetje van Mo Menning. Dat heb ik ingekleurd met de Pampastel. Ik moet even kijken of ik het goed onder de camera houdt. Kijk, je zult misschien geen panpastel kopen alleen om in te kleuren, maar als je het dan toch eenmaal hebt, dan kun je er ook leuk mee kleuren. Ik heb die foto's alles allemaal laten zien op Facebook, dus ik ga ze nou niet allemaal weer laten zien, maar gewoon ter verduidelijking. Het geeft een beetje een ja kalkachtig effect, een beetje pastelachtig effect, net als met pastelpotloden kun je dus uh, ook combineren. Trouwens, je zou dus die jurk. De, het laagje eerst even kunnen geven met pampastel En dan breng je de diepte in met de pastelpotloden. Dat uh, gaat heel goed. Op pastelmat kan je er prachtig mee schilderen. Maar dat doet Julia Woning bijvoorbeeld. Die geeft daar regelmatig gratis workshops in. Dus ga daar eens naar kijken. Dat kunnen jullie ook proberen. Want ik heb prachtige kastanjes van de week zien voorbijkomen. Dus mensen die... Je kunt veel meer dan dat je zelf denkt. Goed. Pampastel, Wil je dit boekje hebben? Ga naar panpastel.com. De website, daar staat het gewoon digitaal. En dan kan jij het gewoon bekijken. Ik heb mij ook voorgenomen om niet eerst een half uur of drie kwartier over stel te gaan praten. Wat het is en welke kleuren. Daar maak ik een aparte video van. Waar ik dus gewoon uitleg van wat is het, wat kan je ermee. En misschien dat we er dan nog een lesje of zo aan kunnen koppelen. Dan moet ik gewoon even kijken. Oh Marieke, had je nog drie kleuren liggen? Helemaal goed. <laughs> nou, de kleuren, er zijn intussen tachtig kleuren. Gewone kleuren. Dan zijn er nog metallics. Uh, zes en zes parelmoerkleurtjes. En dan hebben we nog een soort mediums. En eentje daarvan, die zal ik zo meteen met jullie gebruiken en ook jullie laten zien. En eigenlijk is dat, ja, een paar jaar geleden is dat uh, medium Colorless Blender, gaat het over. Dat is een paar jaar geleden is dat uitgekomen en ik kan eigenlijk helemaal niet meer zonder. En ik weet dat um, zaterdag bij, uh, bij, bij Noor, of vrijdag bij Noor, waren ook bepaalde dingen waren heel snel uitverkocht. Dus dat hoort eigenlijk in je collectie thuis. Ook al heb je maar twee of drie kleurtjes. Elke kleur van Pampastel, dat leg ik nog even uit, bestaat uit vier onderdelen. Als ik hier bijvoorbeeld de, goed lezen Dini, de, 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 de permanent rood neem, dan heb je eerst een hele donkere en dat heet dan de permanent red extra dark. Dan heb je de tweede, dat is de shade, oftewel de schaduwkleur. Dan heb je alleen maar permanent red, dat is dus de gewone, de rode zoals die is. En dan heb je de in tint, dat is dus de pastel of de hele zachte kleur ervan. En die vier vormen dus zo'n één groepje van de Permanent Red. En zo hebben we veertig van die verschillende groepen. Dan kom je dus aan die tachtig kleuren. Verschillende groenkleuren. De magenta is bijvoorbeeld ook zo eentje. Dat is een prachtige kleur zijn dat. Waar ik zelf mee begonnen ben, dat was een training en dat heette Dinis Favorite. Dat waren kleuren. Allemaal, zeg maar, waar geen tint of shade of weet ik veel wat. Dus de, de derde kleuren eigenlijk in die reeks steeds. En dan, daarna ga je misschien wat donkerder of wat lichter kopen. Of de lichtere kan je natuurlijk ook als je mengt met wit, kan je hem wat lichter maken. Meng je hem met zwart of donkerblauw kan je hem wat donkerder maken. Maar die basiskleur, dat basispigment, dat vind ik eigenlijk het makkelijkste om mee te beginnen. Ik had toen zo'n trainmachine die zo de tevoorschijn komt van Didi's Favorites. Dat waren eigenlijk tien kleuren waarmee je eigenlijk alles kon maken. Goed, ik doe heel even dit boekje dicht. Nog oh nee, één ding nog vertellen. Waarmee breng je Pampastel aan? Jullie hebben dat nog vaker gezien, denk ik. Dat is met dit soort toeltjes, als je heel fijntjes wilt werken en als je wilt schilderen. En als je poppetjes wilt inkleuren en bloemetjes wilt kleuren. Maar vandaag gebruik ik eigenlijk alleen deze. Ja, ik noem hem altijd een levenworst. Ja, dat klinkt heel onherbiedig misschien. Maar dat is vroeger bij onze slager. Dan kreeg je altijd zo'n stuk levenworstpakte die erbij in. En dat deed hij me onmiddellijk aan denken. Die, sne die sneed daar ook altijd zo schuin af. Dus die noem ik altijd mijn leven was, maar heet eigenlijk Angel, Angel Slice Round. Er in een verpakking. Ik heb van de week een uh, berichtje gemaakt naar jullie dat je hem gewoon kan uitwassen. Dus dat uh, kan in de wasmachine. En dan uh, kun je hem daarna in de droger stoppen en dan kan je weer verder. Wat ik jullie ook toe verteld heb: kijk, deze is helemaal schoon. Dus je zegt: hé hey, Dini, noem jij dat schoon? Ja, dat noem ik schoon, want hij geeft niet meer af. Ik heb hier nog een stukje papier. Zie je dat? Ik kan gewoon hier overheen gaan en het blijft wit. Waarom heeft hij nog kleur? Nou, omdat dit ontzettend goede pigmenten zijn. En als je goede pigmenten hebt, dan nemen die ook de kleur, of neemt ook het sponsje de kleur aan daarvan. Anita, ik zag iets van een hele tree dat jij had staan, nog. Nou, die zou ik dan maar eens gauw even stof afhalen, als het tenminste bij jouw stof op zit, wat bij mij wel het geval was. Dan, eh, gaan we gebruiken. Je maakt heel gemakkelijk de achtergronden ermee. Je kan er prachtig mee inkleuren. Het is eigenlijk een heel, heel fijn product. En dat is een beetje in de vergetelheid geraakt. bij ons, bij de kaartenmaaksters en bij de mixed media mensen. Julia doet goed haar best om daarmee aan de gang te gaan. Maar wat Julia doet, is. zij werkt heel kunstzinnig daarmee. Zij schildert daarmee. Zij maakt daar ja, prachtige werkstukken mee. En dat is iets wat ik niet kan. Maar dat hoef ik ook niet te kunnen, want ik kan gewoon andere dingen. Goed, ik heb hier een paar voorbeelden liggen. Trouwens, ik zag dat Marleen keek. Deze die gaat uh, richting Marleen. Want die heb ik gemaakt met die prachtige stempels van haar. Die hele mooie stempels. Misschien kennen jullie ze nog. Ik heb een verrassing. Ik had van Marleen heel veel dingen gekregen. Maar ik had zelf ook al wat gekocht. Dus ik heb een hele mooie. Ik moet even rek rekken. Dat ik jullie die stempel laat zien. En die verloot ik straks op het eind. Dat is deze volgens mij. Ja. Deze stempel. Die heb ik dubbel. En die ga ik verlooten naar een van de kijkers. Vanmiddag. En dit is alleen maar voor de mensen die live kijken. Straks een keertje dan geef ik een sign en dan moeten jullie iets zeggen. En onder die mensen ga ik hem dan verloten. Zien jullie dat is prachtig, hè? Daar nou heb ik dit boekje mee gemaakt. Schitterend vind ik het zelf. Goed. Vaak dan zijn die boekjes zo mooi dat ik ze eigenlijk niet weg wil geven. <laughs> maar goed. Ik ben heel even aan het kijken of er intussen vragen zijn. Nee, volgens mij is iedereen gewoon lekker aan het kijken. Mooi. Ik leg dit boekje even weg, want dat gaat naar Marleen. Dat gaat aan de zijkant. Dan heb ik hier verschillende andere boekjes liggen. Een heleboel van jullie hebben ze al gezien. Ik heb ze al vaak gepubliceerd op Facebook. Deze heb ik volgens mij nog niet laten zien. Ik kreeg bij een bestelling van... Pas door het ding, geloof ik. Zo'n plaatje van die, van die hele zoete uh, kopjes en macarons en weet ik veel wat. Ik denk, ach, maak ik deze omslag van. Heel zoet, heel leuk, heel anders weer dan bijvoorbeeld deze. Die ik jullie van de week ook al heb laten zien. Er zijn er verschillende die ik jullie al heb laten zien. Ik leg ze even aan de kant. Wat ik ga doen. Ik heb een bak vol met boekjes hoor. Echt waar, nog heel veel meer. Ik vond er ook nog een heleboel. Die ga ik op de foto zetten. En dan maak ik zo'n soort fototutorial van. Snap jullie dat? Dan kan je gewoon kijken. En wil je het nadoen, dan zet je het stop. En dan kan je het gewoon nagaan doen. Ja, ik leg ze heel even weg. Welke boekjes werk ik nou graag mee? Dat zal ik je nog even laten zien. Dat zijn deze. Ik heb hem hier. Nog eentje. Die zijn van Stamperia. En verschillende winkeliers hebben ze door. Onder andere had ze in het bestand. En er zullen ook andere zullen ze hebben. Dat is uh, zes... Uh, zeg het is. 30 bladzijdes volgens mij. A6. 36 bladzijdes. Met dit hele dikke 300 grams... Mix Media papier. Zelf ben ik al bezig met een boekje. En dat is deze. Be Real Not Perfect. En daar ben ik met. Onder andere bezig om Lavinia-ontwerpjes te maken. Vond het wel leuk om zo'n boekje te hebben met allerlei Lavinia-dingen. Nou, dit heb ik wat anders overheen moeten plakken, want dat was mislukt. Dat was een beetje lelijk geworden. Dus dan plak ik er gewoon wat overheen. Dat is ook wel leuk. Hoeft niet alleen maar Lavinia. Kijk, daarvoor is je dus geschikt. Voor inkt, voor verf, voor van alles en nog wat. Dus die boekjes zijn gewoon te koop. In A6, maar ze zijn er ook in A5. Want dan krijg je dus, oh, sorry. Dit soort idee. Zo'n groot boek krijg je dan. Dit is niet die van uh, Lavinia, dit is er eentje van Hema. Kan ook, hè? Kijk, want die hebben ook hele leuke boeken met zo'n grijze binnenkant. Hierachter nog een vak waar je wat in kan doen. En dit is, zeg maar, de achterkant. Ik vind die dingen leuk om cadeau te doen. Ik heb er een heleboel weggegeven. Zaterdag ben ik er ook wel wat weer kwijtgeraakt. Heb ik er ook weggegeven aan mensen. Dus niet dat ze ze meenamen, maar dat ik ze heb weggegeven en verloten en weet ik wat allemaal meer. Zo kom ik er wel vanaf, jongens. Goed, dit is dus leuk om te gebruiken. Je kunt ook... Bijvoorbeeld, gewoon zo'n heel simpel boekje bij de Hema halen. En dit kostte, geloof ik, 1,50. En dat is dan een notitieboekje. Zie, dat is iets anders dan wat we net hadden. Voor mixed media en om mooie projecten in te maken zijn die van Stamperia heel fijn. Want die zijn ook van. Uh, ja, wie heeft die gemaakt? Vicky, die Griekse mevrouw. Ja, ik zeg altijd Vicky. Leandros, maar dat is niet zo. Ze heet anders, maar dat kan ik niet uitspreken. Maar jullie weten wel, die Vicky, die heeft daar een leuke lijn bij Stamperia. En daar onder andere zitten daar die boekjes in. Dit boekje, had ik jullie net gezet, was heel dik. Um, pak een beetje mixed media papier. En hier heb ik een boekje met twintig uh, velletjes Stonepaper. Dat is heel apart papier. Daar zou je ook moeten proberen. Daar kan je van alles en nog wat mee doen. Dat kan tegen water, daar kan je, daar kan je echt heel veel mee. En volgens mij kon ik daar ook mee met alcohol, ink, maar daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Ik leg even deze boekjes allemaal weg. Even deze hier naartoe. Dus ga op zoek en kijk wie weet wat jullie nog allemaal aan boekjes en aan. Je hebt ook van die dummy boekjes, weet je wel? Uh, die je bij boekenvoordelen en bij al dat soort winkels gaan kopen, waar helemaal bla uh, blanco bladzijden zijn. Die kun je ook gebruiken. Bij de Action hebben ze boekjes. Hier heb ik. Nog wat dingen die ik bij de Hema heb gehaald zijn ook leuk. Dan denk ik, oh, die omzag is eigenlijk veel te mooi. Maar dan denk ik, ja, weet je wat, ik plak er toch nog wat op Want Ik vind het zelf wel heel leuk. Daar heb ik deze opgeplakt. Die met dat vrouwtje. Oh nee, dat is weer een andere. Nee, deze. Die met die uh, macarons. Dat was ook zo'n boekje van de Hema. Dan heb je er drie voor een paar euro. Dus, wil je dit cadeau doen, dan heb je gewoon voor een klein bedragje, heb je een leuk cadeau. Het zou ook wel een leuk kerstcadeautje zijn voor een aantal mensen. Goed, ik leg dit allemaal even aan de kant. En dan gaan wij bezig. Welk papier kun je gebruiken? Ik begin maar even bij de basis. Ik gebruik dit papier. De 225 gram schut. Maar je kunt het gewoon zelf proberen. Hè? Want dan zeggen mensen: gaat het met dit papier? Gaat het met dat papier? En jullie weten intussen dat mijn antwoord altijd is: gewoon proberen. Want ik kan niet alle papiersoorten uitproberen. Wat ik wel heb hier is bijvoorbeeld papier met een linnenstructuur. Je hebt dat fluweelkarton, dat doet het allemaal prachtig. Welke eisen stel je aan je papier? Het mag niet super glad zijn, want als ik bijvoorbeeld mijn kopikpapier gebruik, dan krijg ik er wel wat pigment op, maar heel weinig. Dan word je heel pastelachtig. Dus wil jij heel dun werken, dan zou jij gewoon moeten gebruikmaken van heel glad papier. Hoe grover je papier, hoe dieper ook je kleuren worden en hoe moeilijker het te verwerken is en hoe eerder ook jouw uh, sponsen slijten. Want dat is natuurlijk nog wel eventjes weer een heel, uh, heel iets. Hè. Die sponsen, daar moet je wat voorzichtig mee zijn. Niet met deze grote gevallen, die kunnen heel lang mee hoor. Ik heb wat, die heb ik al vanaf het begin, en dat is 2013 dus, gebruikt. Ik, uh, ik heb ze hier nou niet liggen, want ik had ze allemaal uitgewassen. Waar je wel wat voorzichtiger mee moet zijn, ja, aquarelpapier kan ook. Je kunt voor paint-on pakken, je kunt uh, glad aquarelpapier pakken... Weet je wat, wat ik zou doen als ik jullie was? Pak van, als je pampastel hebt, pak gewoon allerlei papiersoorten die je hebt liggen. Neem gewoon een toeltje, of neem een sponsje. Doe er wat panpastel op. En probeer het. Want, alleen als jij het probeert, dan weet je het. Marleen had het over werken op zwart. Dat is ook prachtig. Ik was er al heel even bezig net. Kijk, op zwart papier kan je prachtig ermee kleuren. Je kunt dan zeggen van nou, ik wil hem, zeg maar, hebben zoals hij uit de verpakking komt. Maar je kan ook zeggen, ik doe er eerst even wat wit onder. Of ik doe er de blender onder. Dat geeft allerlei mogelijkheden, Dat ga ik nog uitwerken. Goed. Deze toeltjes zijn er ook. Maar ik zeg je, die gebruik je eigenlijk alleen maar voor hele kleine dingen. Vandaag gebruik ik die niet. Of ik het afspuit met haarlak, anders blijft het afgeven. Tuurlijk, het blijft afgeven. Alleen als je werkt op pastelmat, dat is een wat ruwig papiersoort, dan, dan hoef je niet af te spuiten. Maar wat jij daar zegt, met haarlak doe ik liever niet. Ik heb natuurlijk nu net hier niet mijn fixatief liggen. Maar als je op mijn tijdlijn kijkt... daar heb ik gisteren een heel verhaal neergezet... Um, met alle dingen over fixatief en over aflakken. Haarlak vergeelt. Haarlak ruikt. Ik zal niet zeggen stinkt. Ruikt. En haarlak kan ook wat gaan plakken. Dus ik zou zeggen, neem een goed fixatief. Of de andere mogelijkheden die daar stonden. Pearl mist. Ik heb in dat artikel van allerlei uh, mogelijkheden staan. Misschien dat iemand die een beetje handig is... hier die link in kan zetten. Anders moet ik weer helemaal gaan hier weggaan. Dat vind ik allemaal een beetje lastig. Ja, je kunt haarlak al jaren gebruiken, dat klopt. Ik bedoel, ik gebruik al jaren het fixatief... omdat ik dat gewoon fijner vind. Maar als jij het met haarlak prima vindt, ik vind het goed hoor. Helemaal goed. Het werkt ook. Het, het fixeert ook. Dus daar gaat het in feite om. En die nadelen... Kijk, als jij toch al een boekje hebt wat een beetje geel is... dan zal het geel worden geen probleem zijn... Ja, mooi met die zwarte journal refills. Ik ga wel eens even kijken, Marleen, uh, hoe dat allemaal gaat. Maar dat kun jij zelf waarschijnlijk ook als je het uh, in huis hebt. Goed, dus je gaat zelf proberen met de papieren die je hebt of het wel of niet kan. Goed, ik gebruik dus vandaag deze. En die is een beetje ruw, dus die, die 225 grams. Ik leg hem even aan de kant, want ik heb ze al vorige gesneden. De manier waarop ik graag werk, als ik met die kleinere boekjes werk, met deze van uh, bijvoorbeeld van Stamperia of andere van HEMA. Maakt op zich niet uit. Dan gebruik ik een A5. En die bewerk ik eerst met mijn panpastel. Kijk maar, heb ik hier gedaan bij deze. En dan zorg ik dat ik zeg maar twee kanten heb die ongeveer gelijk zijn. Hier kunt het zo doen. Je kunt het ook anders verdelen. Ik heb hier ook nog eentje liggen. Ik zal even een paar laten zien. Dit lijkt er ook een beetje op, maar is wat geler. Hier heb ik hem al een beetje verder bewerkt. En hier heb ik nog een rode waar ik van alles en nog wat op voor heb gedaan. Dus zo ligt hier nog van alles... Dus als er weer wat nieuws binnenkomt, dan kan ik gewoon deze briefjes pakken en dan maak ik er weer wat van. Dus dit was het papier. Goed, waarom deze nu? Dat past precies twee keer. Als ik hem door het midden snij, soms moet er een klein stukje af. Zowel bij deze als bij deze past er precies erop. Dus snij ik hem zo meteen door het midden, dan heb ik twee plaatjes die perfect passen. Dat hebben de dames vrijdag zelf ook goed kunnen zien en kunnen doen. Soms moet er bij deze iets af. Als jij een beetje van een bruine leer of sky wilt blijven zien. Dat vind ik zelf wel mooi. Ja, iedereen heeft natuurlijk. Het, het is mij mooi. Niet jou mooi. Ik zal dit er even afhalen. Maar dat had ik erom gelaten. Dan kunnen jullie weten welk boekje het is. Even kijken. Dit mag er heel even af. En dan kunnen jullie ook zien hoe dat Zie je? Zie, dan ziet hij er zo uit. En ik heb aan deze kant heb ik deze zitten. Wat ik gebruik steeds is dus de panpastel. Daar ga ik van allerlei dingen op werken. En daarnaast gebruik ik witte embossing of gouden embossingpoeder. Met mooie motieven, dat kleur ik dan weer in. Ik moet zeggen dat ik wel veel oude stempels uit de kast heb gehaald. Dus degene die al langer stempelaar zijn, ik zou zeggen: ga eens weer op zoek wat er ook allemaal ligt. En ben jij een nieuwe stempelaar? Dan kun je ook gewoon allerlei dingen die we nu hebben, kun je gebruiken. Goed, dan één. Um, pak even mijn pampenstel erbij. Er is één ding, en dat is de korrelus. Colorless Blender. Nummer 10. Hij is gewoon bij de winkel, hier, is allemaal te bestellen. Die zorgt ervoor, die kwam pas later, dat mijn kleuren heel mooi in elkaar overlopen. Dus als je, en zeker als je een beetje stroevig papier hebt, dan werkt dat perfect. Dus eigenlijk hoort hij bij iedereen in zijn kleurpalet te zitten. Ik heb hier een palet. Ik heb hier weer een ander palet. Hier heb ik mijn palet met de uh, glimmertjes allemaal. Ik heb pastel, of hoe heet het, parelmoer. En ik heb hier een uh, glittertoestand in zitten. Ik ben die andere glitter even kwijt. Die heb ik in het wit en in het zwart. Soms weet ik ook niet eens wat er... En dit is parelmoer. Dat is ook heel erg mooi. En dat glittert ook een klein beetje. En dan heb ik hier eigenlijk mijn allereerste palet. En dan had ik steeds met Hannah de afspraak... Maar ja, het scoort me niet op. Dat, mijn kleindochter. Op het moment dat je het metaal ging zien... Dan mocht zij het pannetje hebben. Nou, ze mag er hier al een aantal van hebben. Maar, dames, vanaf 2014, alle workshops, alle cursussen die ik gegeven heb... heb ik met deze paletten gedaan. Dus het is heel zuinig. Vaak komt de vraag dan ook waarom maken ze die paletjes niet een beetje kleiner. Nou, ze kunnen ze iets kleiner maken... maar dat zal in prijs misschien een euro uitmaken. En dat wil men dan niet doen. Dus het, de prijs maakt niet de verpakking... maar het is alles wat er omheen zit, hè? Het... Inpakken, het vervoer, de, iedereen die eraan moet verdienen. De fabrikant, de groothandel, de winkelier. En dan kom jij in die rij. Dus jullie zien hoe vaak dingen, zeg maar, ja. Ik zeg niet altijd over de kop gaan, maar wel heel veel mensen eraan moeten verdienen. Goed, we gaan beginnen. Um, het werkt ook heel mooi op gestanste figuren. Het is echt fantastisch mooi. Ja, die met glitter zijn heel mooi. En dan heb ik eentje die ik jullie echt allemaal aan zou willen raden. Dat hebben de mensen ook. Die zijn allemaal uitverkocht van de week. En dat is de 12. De 012. En dat is de Pearl Medium Coarse. Dus een beetje grove parelmedium. En die geeft hele mooie, subtiele glittertjes. En dat breng je gewoon over al je kleuren aan. En dan daarna spuit je het af. Of fixeer je het. En dan blijven die glittertjes prachtig zitten. Goed. Ik ga aan de slag. Wat voor kleuren gaan we pakken? Ik zit heel even te kijken welk palet ik pak. Ik heb er zoveel. Ik ga... Nou, voorkeur. Oh, Anita, dan ga je gewoon even lekker bij mij kijken. en Dan ga je later straks weer opruimen. Ik zie dat een aantal mensen panpastel gaan bestellen. Hartstikke leuk. Daar zal uh, toch blij mee zijn. Uh, de naam van die 012, die heet... Ik zal hem heel even hier laten zien. Ach, dat is de colorless Blender, jongens. Sorry, even wachten het ding pakken. Die heet Pearl, dus parel medium. Wit. En dan koorste. Dat wil zeggen grof. C-O-A-R-S-E. Waar zit mijn camera hier? Kun je het zien nou even kijken of het nou al beter te Zie, zien is? jullie dat? Dat was de 12. En de 10 was dat, uh, die Colorless Blender. Beide zijn echt te aan te raden. Goed. Ik pak eerst wat van mijn Colorless Blender. En hoe pak ik nou dat spul van mijn uh, ding af? Jullie zien het mij zo doen. Dus je gaat er niet in zitten hakken en doen. We hebben in het begin wel gehad dat mensen, oh, die potje is zo beschadigd. En dan moet je eigenlijk niet doen. Er zit heel veel pigment in. En niet in deze natuurlijk, maar uh, in het algemeen. In de kleuren. En dan. Uh, oh, kijk, ik heb op een uh, zwart stukje gezeten, maar dat maakt niet uit. Ik breng even. Nou, nodig mee aan de slag. Ik breng eerst even wat van die Colorless Blender aan. Nou, het woord zegt het al: Colorless, dus je ziet niks. Je ziet geen kleur. Maar dit zorgt ervoor dat de rest zometeen ja, veel makkelijker over je papier glijdt. De mensen hebben dat van de week ook echt zelf gemerkt. Goed, hebben jullie voorkeur voor kleuren? Ja, aaien over het potje, Mary. En niet erin zitten te hakken. Nou, ik ga gewoon met een lichte kleur vandaag beginnen. Lichtblauw heb ik gepakt. Blauw-groen is dit. En dit is een Vitalo Green Tint. En dat is dan weer de allerlichtste kleur, zeg maar. Goud, paars. Nou, paars heb ik niet bij me hier. Niet echt paars. Die ligt er nu niet bij. Die heb ik wel, maar die heb ik hier niet bij liggen. Ik doe echt even een beetje licht. En ik zal je uitleggen waarom. Dan nou, komen straks, als je er plaatjes op zet, die toch wel wat mooier uit. Dus ik breng eerst hier links in de bovenhoek wat aan. Je ziet dat ik vies zwarte vlek heb. Dat is niet zo erg. Die verwerken we straks wel. En hierin ook, dus met ronddraaiende bewegingen. Als ik dit nou zou doen zonder die colorless blender, dan moet ik veel harder werken om het erin te krijgen. Omdat dit papier toch een bepaald structuurtje heeft. Dan draai ik mijn spons om en dan kan ik een andere kleur pakken. Wat gaan we nu pakken? Even zoeken. Nou, lila vind ik niet zo mooi. Wat ga ik doen? Ik ga dit groen pakken. Deze kleur groen, dat is ook een van mijn favoriete kleuren. En dat is de. Hansa Yellow. Shade. Dus dat is de iets donkere geel. Hij lijkt geel, maar hij is eigenlijk die geel-groen. Dus dat is deze. Ik hou het zo wel heel even ietsjes omhoog. Ik heb hier die groene. En als ik denk het gaat wat stroef, dan doop ik weer even mijn spons in mijn blenderpotje. En dan krijg ik daar weer wat meer ja, zwom in. Dan kan ik makkelijker. Verdelen. Dus het is gewoon een kwestie van met die spons even omdraaien, de kleuren mooi in elkaar laten overlopen. Dit gaat stukken makkelijker dan met inkt. En dan pak ik nog een paars. Oh, ik heb het gedaan op de klant van de groen, maar dat geeft op zich niet zo. Wat je wel even moet doen, en vergeet ik te zeggen, alles wat een beetje vettig is, dat neemt meer pastel op dan dat wat het niet is. Dus je krijgt heel gauw gratis vingerafdrukken erbij. En als je dat nou niet wilt, dan moet je gewoon heel even je hand op een stukje keukenrol leggen. Ik wil nog iets roze erbij. Pak heel even die iets donkere roze. Zien jullie? Maar die moet je dan wel heel even hier afdoen, want anders is het te veel. Dus je kan hem even op het papier afdoen. Ik heb hier altijd werk ik op gewoon papier, want dan kan ik makkelijk mijn spons weer schoonmaken. Dus vandaar. Je kunt die spons ook. Je hoeft ook niet voor elke kleur een spons te hebben. Dan maak je hem tussendoor even zo op keukenrol of op je. Uh, papiertje schoon en dan kun je gewoon met een andere kleur. Mocht nou je potje of je pannetje heel vies geworden zijn, dan kan je dat gewoon even met een stukje keukenrol er weer afhalen. Ik heb vrij lichte kleuren, zie ik. Is helemaal niet erg, want ik ga nu zometeen daar meer kleur weer inbrengen met iets anders. Dus dit is eigenlijk de basis, dat ga ik nog niet afspuiten. Dat spuiten doe ik pas als ik alles klaar heb met mijn pamperstel. Zo, dit is een heel andere kleur dan ik tot nu toe heb gebruikt, maar ik wil een beetje. Naar dit idee toe. Dit idee, dit is wat geler, maar hier heb ik hem wat, met wat groenig en wat blauwig. Oké, okay, dan hebben we nodig. Versamark. Bij jullie denk ik wel bekend. Bij mij ook. Deze. Of je kan die van Nouveau nemen. Het gaat, om, gaat allemaal om die embossing inkt. Je kunt ook een embossing pen pakken. Hè, en ermee gaan schrijven bijvoorbeeld. Als jij met een embossing pen beschrijft, dan ga je dat straks helemaal Goed nog kunnen zien. Ik pak deze, dan heb ik nodig. Een doubertje of een ander. Even kijken, dit ding kan ook. Ik pak even. Wat, sorry. Deze. Dus het is maar net wat jij hebt. En als ik een heel groot vlak doe met een stencil, want ik ga nu met een stencil werken, dan pak ik zo'n verfrolletje. Ken je die kleine, kleine verfrolletjes? En dan rol ik gewoon mijn VersaMark over mijn stencil. Want dat is wat we nu gaan doen. Ik zag van de week trouwens heel veel leuke video's van um, Pampa Pastel op de Jellyplay. Dus daar ga ik ook nog uitwerken. Ga ik gewoon even iets, een beetje nadoen, dat mag wel een keer. Zo, ik heb hier uh, een stencil. En dan ga ik, leg ik mijn stencil neer waar ik het. Ik leg hem dan vaak een beetje zo. Dan weet ik dat dat de voorkant, dat de achterkant van mijn boekje is. Ik pak hier. Mijn stencil leg ik neer, gewoon neerleggen. En ik pak wat van de VersaMark op mijn uh, doubertje, vingerdingetje, en ik duw, of wrijf, of doe, door mijn stencil heen, breng ik versamark aan. Nou vergeten veel mensen de volgende stap, en dat is je schabloon eraf halen. Dus die gaan dan, hup, met hun uh, spons op het schabloon. Dat mag van mij, maar dan moet je wel je schabloon weer iedere keer zo schoonmaken. Dus liever haal hem eraf. En mijn doubertje was nog een beetje vuil, dus ik heb hier... Alvast wat uh, kleur zitten. En dan pak ik. Ik pak gewoon de lichtblauwe weer. De kleur die eronder zat. En ik pak mijn sponsje. Hier kun je trouwens ook zo'n uh, toeltje voor pakken. Als je dat zou willen. En wat ik doe. En dit is nu belangrijk. Die Versamark is nog nat. Als ik nu met grof geweld ga wrijven. dan. ja, gaat het motief weg. Dus wat doe ik? Ik doe eerst even. Ja, doppen. Gewoon even zo heen en weer stampen. En dan pas ga ik. Wrijven. En dit hoeft maar heel uh, subtiel te zijn, want dit is de eerste laag op de ondergrond. Ik weet niet of jullie het kunnen zien zo. Zie je, dat geeft gewoon echt een beetje zo'n toverplaatjeseffect. effect En dat is heel subtiel, want dat zit dan straks ergens diep in mijn uh, achtergrond. Ik ga hem hier ook nog even erop brengen. Misschien een beetje zo. Hij is zoveel gebruikt dat ik denk ik weinig vers aan maak hoeft te gebruiken, want er zit al zoveel. Nog op dat papier. Die kan ik er straks gewoon afwassen als ik op ga ruimen. Nou, hier nog iets. Zo. Jullie zien hoe simpel dit is. Ik haal hem er weer af. En we gaan weer met het sponsje een kleurtje aanbrengen. Nou, ik, wat zit hier nog op? Ik zit even, ja, hier zit er groene nog op. Dus ik ga gewoon heel even hier. Eerst even. Dit hadden we gezegd, hè? En vaak hoef ik niet nieuw wat op aan te nemen. Want meestal zit er nog zoveel op mijn spons dat ik genoeg. Zeg maar kleur aan kan brengen. Nou, ik ga nog even wat doen. Ik gebruik twee verschillende schablonen. Hier heb ik weer een ander, die is van Studio Light. Doe ik Doe gewoon even wat puntjes. Vind ik ook altijd wel heel leuk. Zo. Puntjes erop. Ik weet niet... Oh, ben ik heel groot, Mia. Ma, op jouw tv. Griezelig. Ik doe ook meteen even hier, jongens. Dan moet ik twee keer... Dan gooi ik mijn douber weg. Jullie zien, dit is denk ik uh, piece of cake, hè? Dat kan iedereen. Uh, Renate, ik zal straks... Moet ik even zoeken of ik hem nog heb. Mijn eerste basisset, die Dini's Favorite, zal ik even... Uh, misschien kan ik de achterkant fotograferen. Dan heb jij de kleurtjes die ik daarvoor toen altijd gebruikte. <laughs> Marianne, ik doe dat graag, dat weet je, hè? Ik bedoel... Uh, ik kan, wat ik niet, dat weten jullie, mensen die mij kennen, weten dat. Wat ik zelf niet meer zo goed tegen kan, is dat ik op een bepaald moment zeg maar een live moet gaan doen. Daar word ik al een beetje nerveus van. Dus wat doe ik? Ik doe de lives op de momenten dat het mij uitkomt. En dan kunnen jullie het altijd terugkijken. Ik, ik kondig het wel aan, maar niet zeg maar dat ik nu weet dat ik woensdagmiddag om drie uur live moet. Daar word ik helemaal nerveus van. Ik zeg altijd: ik heb zoveel tijd gehad, dat ik altijd alles op uur en tijd moest, dat ik daar nu niet meer zoveel zin in heb. Kijk! Eigenlijk heb ik nu genoeg gedaan met mijn stencils. Ik ga nu aan de slag met stempels. En wel, stempels die ik gebruik voor achtergronden. Ik ga mijn Colorless Blender. Ik hou die altijd even apart met een dekseltje erop. Want anders vergis ik me zo. Want dan lijkt. De witte kleur lijkt erop. Dan moet ik iedere keer die potjes weer uit mijn uh, tree halen. Dus ik heb die gewoon altijd apart liggen. Met een dekseltje erop. Ik heb er een paar liggen hier. Goed, dan gaan we naar de stempels. Nou, stempels. Wie heeft ze niet? Nou, als je ze niet hebt, ja, dan zul je ze toch een keer wat moeten kopen. Of je doet het niet met stempels. Kijk, ik heb hier een bak vol met stempels. Straks ga ik met die stempels ook nog echt met inkt te werken. Ik ga nu de stempels alleen maar gebruiken voor achtergronden. Om wat leuks op de achtergrond te zetten. Even kijken, ik heb hier nog wel een mooie. Dat zijn deze van, ja, Katselkraft. En ik zelf heb vaak. We hebben veel doorschijnende, maar ik vind zelf de rubberen ook wel heel erg fijn maar ook doorschijnende stempels kunnen. Ik vind deze wel leuk. Dit is van Catselkraft. Daar heb ik ook vaak stempels van. Hele goede kwaliteit. Oh ja, als jullie een stempel kopen en je krijgt alleen maar dat oranje of dat wat is het? Rode rubber of grijze rubber, dan moet je er nog wel iets achter plakken, want gisteren kreeg ik een opmerking van iemand die zei: van, "Oh, die stempels blijven helemaal niet plakken op mijn stempelblok, maar daar zat er de foam nog niet achter." Na verloop van tijd bij mij plakken ze bijna niet meer, omdat ik dus heel veel met de pastel en zo en met embossingpoeder heb gewerkt. Dus die moet ik gewoon even in een bak met sop doen en dan goed even laten weken en dan ga ik ze wel weer activeren, denk ik. En anders dan gebruik ik ze uit de hand. Ik doe dit stempeltje even op een stempelblok. Versamak, nee, want als je maakt droog, dat duurt heel lang trouwens, dan kun je dan plakt er geen inkt meer op. Dan plakt er geen sorry geen pastel meer op, dus. Je moet hem gewoon gebruiken als hij nog nat is. Ik zit heel even te kijken, de hoe deze. Hier kan ik hem misschien in het hoekje werken. Dus ik druk hem erop. En die wil ik wel ietsje donkerder hebben. Dus wat ga ik doen? Ik had hier een mooie, even dit aan de kant, paarse, ja lila, uh, parelmoer. Dus die ga ik daarvoor pakken. En dan ga ik weer hier zo, wauw. Nou jongens, moet je eens kijken. Hoe mooi is dit? Nou, ik vind het prachtig. Ik hoop dat jullie het ook mooi vinden. Starter set. Ja, er is een starter set eh, van eh, Julia. Die heeft een nieuwe set. Ik zal het even laten zien. Even een momentje. Ik heb de omslag hier nog liggen namelijk. Dit is de omslag van die set. En daar zitten dan deze kleuren in. Maar ik zal gewoon kijken zelf. Ik zal mijn startset er ook bij zetten. Ja, dat was de set waar we alle cursussen en alle workshops, alles mee gedaan hebben. Ik ga diezelfde, want die is ontzettend mooi trouwens. Ga ik die. Ik hou wel van dit soort swirls met die. Ja, dat zijn een beetje van die Franse motieven, of niet? En jullie zien dat ik rustig over iets wat ik al eerder heb aangebracht heenstempel. Kan je dit ook op film doen? Nou, iedereen die dit aan mij, soort dingen aan mij vraagt, krijgt als antwoord. Probeer het. Ik weet het niet. Ik heb het nooit gedaan. Maar je zou het gewoon zelf even kunnen proberen. Pak een stukje vellum en probeer het. Ik denk het wel. Waarom zou het daar niet op kunnen? Maar ik kan het natuurlijk niet garanderen. Kijk, heb ik deze nog. En ik ga hem hier in het hoekje nog even zetten. Die is mooi, hè? Zo'n zo zo swirl. Maar je hoeft nooit helemaal te stemmen. Je kan ook zeggen, ik pak een stukje ervan. En zie je hoe simpel dit is? Want ik zit gewoon een beetje te babbelen. En intussen heb ik al een hele achtergrond... Met panpastel klaar. Kijk eens, kijk eens. Ja, ik vind dat schitterend. Het is net wat subtieler en wat, wat, ja, pastelachtiger dan wanneer ik het met stempels doe. Want dat laat ik je nu zien. Nu ben ik eigenlijk bijna klaar met mijn panpastel. Dus wat moet ik nu doen? Ik moet even nog mijn. Hoe heet die ook alweer, jongens? Die parelmoer erop doen. Want die vind ik wel heel mooi. Ik gooi even mijn stentels aan de kant, want die liggen hem in de weg. Pak heel even schone spons. Voor de parelmoer. Dat was 012. Weet jullie nog? Pearl, medium, white en dan coarse. Coarse betekent grof. Dat ga ik gewoon zo overheen brengen. En dan is het altijd zo jammer bij al dit soort dingen. Dat je dat op filmpjes en op video's en zo niet, of niet zo goed kan zien. Kijk. Dus ik gewoon even erover aanbrengen. En nou heb ik dat probleem. Want dan heb ik natuurlijk mijn dingen niet. Dus ik ga gewoon door. Maar nu zou ik dus spuiten. Dan pak je de Giant... ...fixatief en je spuit op 30 centimeter afstand... ...spuit je er een dun laagje overheen. Dan geeft hij verder niet meer af. Je kunt ook spuiten met een beetje water. Dat is ook fixerend. Maar ik spuit nu even met niks, want anders moet ik naar de garage... ...en dan moeten jullie allemaal zitten wachten. Want daar ligt die spuitbus. Nou, ja, je zult altijd wel iets hebben wat je vergeet, toch? Is geen drama. Ik ga gewoon lekker verder. Ik pak andere stempels, want ik laat jullie nu zien... ...dat je ook weer, weer op de achtergrond kunt gaan stempelen... En daar heb ik dan weer bepaalde stempels voor die ik daar heel mooi voor vind. Dat is bijvoorbeeld een Krekkel. En dat is een, ja, zo'n soort Frans, Oud-Frans label. Wat ik ook heel mooi vind, is mijn eh, teksten. En ik heb hier nog natuurlijk mijn, wat denk je, druppels. En ik heb hier deze nog nodig. En die misschien nog. Oké, okay, de rest komt zometeen nog wel. Goed. Ik heb ze in een bak zitten, maar ze gaan straks allemaal weer netjes terug in hun verpakking en in hun zakje. Even de panpastel aan de kant, want die hoef ik op dit moment niet meer te hebben. Ik heb dus de achtergrond gewerkt met panpastel. Ik heb gewerkt met stencils en panpastel, en ik heb gewerkt met stempels en panpastel. Nu ga ik eerst even deze doorsnijden. Even kijken waar mijn snijmachine ligt. Hier al. Ik weet dat dit 21 bij 10,5 is, sorry 21 bij 15, dus ik stijg hem door precies op 10,5. Even kijken. Dat is hem. En dan kun je voor jezelf bepalen welke jij het mooiste vindt voor de voorkant en welke je liever hebt voor de achterkant. Maar ze hebben wel dezelfde, hetzelfde thema, zeg maar. Dus dat vind ik vaak wel heel mooi. Ik ga nu eerst embossen. Dus ik ga hier op de hoek, ga ik een embossing, uh, motief aanbrengen. Deze is daar mooi voor, deze is er mooi voor. Ik heb er een heleboel. Dus het zijn een beetje die ornamenten zijn daar vaak heel mooi voor. Deze zou ook kunnen die ik net gebruikt heb. Ik zit heel even te kijken wat ik hier nog meer in het bakje heb zitten. Nog veel meer. Dit zou nog kunnen. Het blad is mooi. Deze. Deze. Dit is ook een hele mooie daarvoor. Die heb ik op heel veel boekjes zitten. Chocolate barok Die heeft heel veel van dit, mooie, dit soort mooie ornamenten. Deze heb ik ook vaak gebruikt. Dat zijn die rondjes. Die zijn heel leuk met goud. Om met goud te embossen. En die is van, even pak een beet, um, indigo blue. Ja, het zit er nu niet in de verpakking. Maar dan weet ik meestal toch wel waar het van is. Goeie harde schijf, jongens. De rest uh, begint wat af te nemen. Met het stijgen der jaren, maar... Mijn hoofd doet het nog goed. Gelukkig maar. Toch? Ik moet af en toe heel even. Uh, uh, waar wordt het resultaat mooier mee? Ik kan het even niet zien. Op film kan het ook. Oké, okay, ik ga het wel eens proberen. Op film Dat heb ik nog nooit geprobeerd. Even kijken. Yvonne van der Ven, jij hebt er ook. Ik doe heel even intussen. Ben ik ben even aan het terugscrollen. Om te kijken naar nou, die starter set. Maar die gaan wij. Ik heb net jullie een set laten zien. Maar ik zal jullie ook laten zien welke ik had. Zeg maar om te gebruiken uh, in het begin voor alle lessen en workshops en alles. Dan moet ik heel eventjes uh, of van deze trainfoto maken aan de achterkant. En ik moet hem ergens hebben opgeslagen, maar dat is allemaal zo lang geleden. Goed, ik ga eerst even embossen. En nu pak ik er deze van voor. En waarom pak ik deze, dit blad? Dat is van um, uh, paper... Oh nee zeg het even, Stamping Cottage. En die is gewoon nog te koop. Want ik kan natuurlijk wel allemaal stempels gebruiken die gewoon niet meer te koop zijn. Dat vind ik voor jullie ook niet zo leuk. Dus ik ga een beetje proberen stempels te gebruiken die nog gewoon in de handel zijn. Even kijken of die er nog op past. Of op plakt. Nee joh, deze die plakt niet meer. Dus die mag zonder blokje gebruikt worden. Ik inkt hem in. Met Versamark. Intussen ga ik heel even... Kennen jullie dat zakje waarmee ik eigenlijk mijn... Um, ...achtergrond, zeg maar, niet, uh, de, ont, nou, niet, niet statisch maken. Hè? Dat daar straks niet de poeder aan gaat plakken. Soms moet ik heel even stoppen, want dan moet ik iets doen. Zo, ik druk hem heel even aan. Je kunt dit natuurlijk ook in een stempelhulp doen, hè jongens. Ik doe, ik doe dat nou even zo, maar het kan ook goed in een stempelhulp. Nu moet ik even op zoek naar een light papier. Hm, heb je er zo nog niks liggen? Uh, 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 uh. Nou, ik pak al heel even de achterkant van de Studio Light. Marleen is toch al uitmixen, al of Marine, ik gebruik jouw blaadje heel even hiervoor. Want ja, dat lag in de buurt. Zo. Dan pak ik embossingpoeder. Ik heb hier de witte. Super fijn. Je kunt ook een grover pakken, een 3D, wat jij zelf maar wilt. Van WOW, of van Ranger, of van of. Ja, er zijn zoveel merken die, die die embossingpoeders verkopen. Ik zal ze vast niet allemaal noemen. Even kijken. Ja, mocht je nu toch nog of vergeten hebben met dat uh, vierkantje te, uh, te, uh, sorry, te bewerken en je hebt wat plekjes met poeder waar je ze liever niet wil hebben. Nou, die wil ik de poeder ook niet hebben, jongens. Kom op. Dat is met embossingpoeder wel hè. Ik heb eigenlijk de witte ook in een grote bak zitten. Waar ik eigenlijk meteen zo kan werken. Nou, ik een heel blok trui moet opletten dat ik straks niet um, mijn trui ga embossen. Ik draai hem even om. Mooi zo. Goed, dan ga ik deze verhitten. Dan nou, gaan even de embossingtool erin doen. Heb ik nog een stopcontact? Jawel. Nee, nee, dat heb je nog. Dit is er eentje die twee standen heeft. Maar ik gebruik bijna altijd de hoogste stand. Oké. Okay. Sorry, het duurt even. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het begint al. Ik heb niet zo goed licht, maar als ik de lamp doe, dan krijgen jullie hele rare vlekken erop. Oh, Annie, dat gaat bij mij zoveel fout, maar ik probeer het altijd op te lossen. Ik heb zoiets van, ja, kom op. En ik maak me dan ook nooit druk over, hoe niet bij een live, hoor. Wat er gebeurt, dat gebeurt Ik stel me voor dat jullie hier gewoon gezellig met een stel tegenover mij Met een stel, ik begin met het venster te praten. Met een stel gezellig tegenover me zitten. En dat ik jullie wat dingetjes laat doen. Nou, die is klaar. Die is geëmbossed, omdat hij heel fijn is, kun je hem niet zo goed zien. Let op bij je stempels, dat je niet te hard drukt. Want dan krijg je heel gauw dat hij van die uh, hele dikke lijnen krijgt. Goed, dit ga ik zometeen bewerken met Intense-potlood. Ik ga het heel even op een voorbeeld laten zien. Kijk hier. Dit is, die, dat is datzelfde blad. Zie jullie, met Intense heb ik de binnenkant van de bladeren gewoon wat extra. Hier zit hij niet op, maar hij zat ook hier nog ergens. Op Eén momentje. Hier even weer zoeken. Als je zoveel maakt, is het lastig om het te vinden. Hier heb ik hem. Kijk, hier zit hij ook op met groen. Ik heb het een beetje tonsje toon gedaan, maar je kan ook zeggen: want ik ga daar met knalrood in, ik noem maar wat. En hier heb ik hem, zeg maar, met rood bewerkt, dan wordt dat blad prachtig. Hetzelfde principe, maar dat zal ik zo meteen ergens mee doen, is deze. Dat is die mandala-stempel van magenta. Die heb ik hier, zeg maar, bewerkt. Nou, daar zit nog niks op. <laughs> dat kan ook, hè? Goed. Ik ga nu verder stempelen, en dan begin ik eerst met de druppels. Druppels zijn er in verschillende vormen en maten. Um, ik weet dat er ook bedrijven zijn die hebben met klierstempels geprobeerd druppels te maken. Maar dat werd gewoon niet mooi. Dus die heb ik toen wel gekocht, maar nooit gebruikt. Dus probeer echt de rubberen. de klierstempels. sorry, de rubberen klierstempels. Wat een geklet. Nee, probeer de rubberen stempels te vinden. En die zijn onder andere van Katzelkraft. En Aard Journey heeft de druppels. En Katzelkraft heeft een hele serie bij elkaar. En ik heb ze bij verschillende winkels in Nederland al zien staan. Onder andere loes heeft ze, want die heeft weer een nieuwe serie van Katzelkraft. En volgens mij de duif ook. Dus die druppels zijn zo mooi en zo gaaf, maar ook zo leuk om te gebruiken. Die kun je dus met verschillende kleuren natuurlijk stempelen. Je kunt zeggen, ik wil ze heel duidelijk zichtbaar hebben. Dan doe je het met zwart. Maar je kan ook zeggen, ja, het mag iets subtieler. Ik ga het met een grijze kleur doen. Dus ik denk dat ik het hier dit keer eens met grijs ga doen. Alhoewel ik meestal zwart gebruik. En ik vind het wel mooi dat die druppel er heel duidelijk uitkomt. Ik heb nu een grijze uh, stempelinkt, ar Arguyvel. Ik gebruik op deze ondergronden het liefst Arguyvel. Liever dan Memento of Distress, want deze komen vaak wat, wat sterker over. En als ik daarna nog iets met water of zo zou doen, dan blijft deze inkt ook gewoon mooi zitten. Goed, we gaan de druppelstempelen. stempelen. Ik heb aan alle druppeltjes, die ik, druppelstempels die ik heb. Heb ik een pijl zitten? En dat wil zeggen dat die druppel daar bovenaan, dat is de bovenkant van de druppels. En dat kan jij zien waar die kleine puntjes zitten. Dus die. Ik moet even zoeken waar ik druppeltjes heb. Heb ik hier natuurlijk net geen druppels? Geen druppel, hier heb ik de druppels. Kijk, zien jullie dat? Zie je daar die kleine witte puntjes? Dat is de bovenkant van de druppel. Want hier heb je dan de schaduw die eronder ligt. Goed, ik ga mijn uh, stempel beinkten. Ook deze plakt niet meer. Dus jullie zien dat het bij mij. Eh, hoog tijd wordt dat ik even de boel in bad ga doen. Eh, zoeken. En dan ga ik hier. Ga ik de druppel doen. Probeer niet over je geëmboste deel te gaan. Want dan kan je straks uit die druppels niet meer. de kleur halen wat je eigenlijk graag wilt. Want dat is het hem vaak. Als je in de binnenkant van je druppel. hou hem even zo. Ja. Zie je dat? Ze zijn wat subtieler dan uh, gif. Git zwarte druppels. Ik ga hier nog heel even een paar druppeltjes doen, onderaan. Ik ben nogal van de druppeltjes. Weer zorgen dat je ze. Ja. En ik ga vast op de achterkant ook de druppels doen. Want daar ga ik zo meteen hier embossen, en bossen en ga ik hier de druppels doen. Dan heb ik dat vast klaar. Mooi. Denk weer aan de. Pijl, goed aandrukken. En hier zien jullie al heel duidelijk op mijn papiertje, zeg maar, die druppels. Dus het blijft leuk, want ik mag lachen. Als ik iets met druppels post, dan krijg ik alleen maar vragen over druppels, druppels, druppels. Mocht je nu dit, het hier niet duidelijk genoeg vinden, ik heb een aparte video alleen over hoe ik werk met die uh, waterdruppeltjes. Dus... Die staan allemaal op mijn tijdlijn. Ik heb een YouTube-kanaal. Als je het fijn vindt, en ik zou het nog fijner vinden, dan abonneer je daarop. Want vaak wordt gekeken van hoeveel abonnees heeft iemand. Nou, ja, op zich word ik er niks beter van hoor, als ik meer abonnees heb. Maar ik vind het wel leuk dat mensen dan gewoon wat vaker kijken. Ik zat even te zoeken. Oh nee, ik heb geen water nog nodig. Ik doe het bij deze anders. Oh, mijn uh, Siri die zegt wat in mijn horloge, maar dat hoeft niet. Ik heb hier een uh, gum. Deze. En we hebben ook deze. Die zijn er ook in het zwart. Van Derwent. Dit is een ander merk. Dit is een kleinere. Maar deze kan ook goed, die van Derwent. Want die is gewoon overal te koop. Bij Pampastel, dat kun je uitgummen. Ook als ik het heb gefixeerd, kan ik zeker nog even gummen. En dat is fijn. Want ik haal nu de binnenkant van die druppels haal ik leeg. Dus ik doe mijn gummetje aan. En ik hou hem op de zijkant. En dan ga ik gewoon hier even onderin mijn druppel ga ik gewoon met mijn gum. En dan haal ik de laat hem eventjes daarop draaien. Dan haal ik als het ware de kleur van de panpastel haal ik daar weg. Ik ga niet bij alles doen jongens, want dan duurt dat weer te lang. Want dat is allemaal hetzelfde. Herhaling van zetten heet dat, geloof ik, hè. Ik ga gewoon heel eventjes jullie laten zien hoe het werkt. Ik weet niet of je het al kunt zien, maar bij die grotere druppels, daar heb ik het uitgehaald en dan komt eigenlijk het beige van de achtergrond weer voor. Dus je houdt je niet zo recht op, maar een beetje zo schuin, want dan dan uh, gumt hij wat beter. Zie je? Even kijken of ik het zo mooi kan laten zien. Dus je houdt hem een beetje schuin en je houdt hem er even op en dan haalt hij gewoon de kleur eruit. Dus dan krijg je eigenlijk weer Transparante druppels, wat je graag wilt. Doe jij nou die druppels op iets van distress inkt, dan haal je ze er. kun je ook met gum doen, maar dan kun je ze gewoon met een beetje water uithalen. Penseeltje met water. Heb je nou gewerkt met een inkt of een verf. Ja, die niet oplosbaar is in water. en die ook slecht uit te gummen is, dan pak ik een kwastje met een klein beetje bleekwater. Pas op voor je kleren dan, hè, want. Nou, niet spat. Dus dan doe je gewoon een beetje bleekwater aan je kwastje. En dan haal je alsnog de kleur eruit. Ik ga heel even dit ene koppeltje eruit halen. Ja. Hé. Hey. Deze gummen zijn bij gewoon bij elke hobbywinkel te kopen. Ik heb die, die zijn van Derwent. En die andere weet ik niet waar die van was. Maar die was net even iets kleiner. Voor de hele kleine druppeltjes. Maar als jij gewoon een beetje zo opzij doet, dan gaat het ook goed. Ja, zien jullie nou dat die... Om even het verschil te laten zien tussen beiden. Het is subtiel, maar het is wel een verschil. Zie je deze rechtse? Daar is de binnenkant zeg maar uit. Die is gewoon wat transparanter. En je krijgt hem nog mooier als je... Zoeken, zoeken, zoeken. Een witte pen had. Ja, en ik heb meestal deze. Die uh, nou Uniball. En die breng ik heel even aan de praat op mijn hand. Altijd hetzelfde grapje. Dan zeggen mensen: Oh, ik doe het onder mijn schoen. Dan zeg ik: Ja, daar kan ik niet meer bij met mijn dikke buik. Dus ik doe het gewoon onder mijn, op mijn hand. Ik ga hier bovenaan, waar eigenlijk de stempel dat al aangeeft. Een beetje lastig om uit de hand zo te werken, want daar heb ik geen. Ga ik puntjes zetten. Dus dat soort dat licht. Ik doe het heel even zo, jongens. Dat is dat lichtvlekje van de druppel. Ja, en dan heb je eigenlijk je druppels al klaar. En als jij ja, denkt, van nou ik ga eerst alles afwerken, dat kan. Dan kan je de druppels later ook doen. Maar ik stempel ze wel graag als eerste. Dan weet ik zeker dat ze op het goede plekje zitten. En dat ik niet uh, in de knoei kom met te weinig plek voor mijn waterdruppeltjes. Kijk, nou. Heb ik ze klaar. Ik heb dit keer heel mooi licht gewerkt. Normaal werk ik veel donkerder. Maar ik ga het deze keer even anders doen. Want die donkere voorbeelden, die zien jullie allemaal wel. Goed, hier kunnen we straks ook op gaan embossen. Maar ik ga gewoon even deze eerste afwerken. Dan heb ik dus. ...gestempeld met die druppels en dan wil ik er nog een ander soort stempels op hebben. En dit vind ik zelf ook altijd een hele mooie en dan zit ik even te zoeken wat is mijn tekst, daar begin ik mee. Bijna op elk ding doe ik een klein tekstje. Dit is er eentje, Happiness is Homemade. Dat is ook van een, uh, hoe heet ze, van Vicky bij uh, Stamperia. Ja, bij mij doet de Uniball Pen het niet, bij mij deed hij dat ook, maar toen was hij gewoon leeg. En om ze weer aan de praat te krijgen, ja, gewoon, uh, ja, ik doe het gewoon over mijn hand. En dan doen ze totdat ze leeg zijn. Ik heb daar eigenlijk nooit. Met unibal heb ik nooit geen last. Deze willen bij mij nog wel eens een keer problemen geven. En ook deze dunne unibal vind ik ook vaak lastig te verwerken. Die, die gaat wel, maar kijk, die werkt veel moeilijker. Die krijg ik als niet aan de praat. Dus dat weet ik ook niet. Er zijn allerlei mogelijkheden. Mensen zeggen, even verwarmen, hier toe erop. Maar ja, dan smelt hij volgens mij. Dus deze die. Ja, sommigen die zweren daarbij, bij die jelly rolls. Maar ik zelf kan daar minder goed mee overweg dan met de Unibal. Dus die doet het bij mij altijd. Ik heb er een aantal op voorraad. Als eentje het een keer even niet doet, dan pak ik gewoon een andere. Waarom, weet ik niet. Maar meestal doet die later. Uh... We kunnen nog niet zijn. En dat zie je, hè? Als ze leeg zijn, dan heb je hier. Je kunt het er ook even uithalen. Dan kun je hier zien dat er geen. Zie je dat? Hier zit nog een heleboel. Witte inkt in. Maar als ze leeg zijn, dan zie je hier alleen nog maar een klein beetje inkt zitten. Sommige bedrijven verkopen ook de vullingen. Maar dat is heel moeilijk aan te komen. Dat zou ik wel het liefste hebben, want denk ik denk, zeker in een tijd waarin we zo min mogelijk afval en zo moeten produceren, is het eigenlijk jammer dat je alles steeds opnieuw moet kopen, toch? Ik pak even wat kleurtjes, wat groen. En ik heb hier nog een beetje dat, dat, hoe heet dat? Speckled eik. Ik inkt wat in. En ook deze pak gewoon uit de hand. Ik doe hier wat. Tekst op. En hier mag een tekst zitten. Zo. En hier gaan we nog wat tekst doen. Jullie kennen hè? Het mantra van drie keer hè? Heel subtiel, heel weinig, want je moet door zo'n pagina eigenlijk heen kunnen kijken. Dan gaat deze erop. Dat is een van mijn favorieten. En die ga ik toch een andere kleur geven. Dat oude paars. Dat is deze en dat heet. pak een beetje. Dusty Concord. Of Concord. Dit is deze. Ik zal hem eens even hierop stempelen. Die vind ik allemaal zo mooi. Ik hou van dit soort stempels. Op achtergronden zeker. Kijk maar eens. Dat is zo'n, ja, Frans label als het ware. En natuurlijk heb ik heel veel van dit soort stempels. Maar je houdt toch altijd, dat zullen jullie ook hebben, je favorieten. Dat je denkt, ah, oh, die vind ik mooi. Probeer even niet door mijn druppels heen te stempelen. Als ik wil, kan dat gewoon. Dus jullie zien dat ik gewoon een heleboel dingen over elkaar heen breng. De... Onderin doe ik ze vaak nog wat, wat, wat subtieler en bovenop dan mag het iets donkerder worden. Zo. Nou. En dan kan heel en Ben, maar mijn krekel mag niet ontbreken. Ja, je hebt altijd zo van die eigenaardigheden, denk ik dan. Dat je iedere keer bepaalde stempels altijd doet. Dit is een stempel van Stamperia en dat vind ik zelf een hele mooie krekel. Hij is grof, fors. Maar ik vind het wel heel mooi. Zo. En ik denk dat ik er nu genoeg op heb zitten. Wil je nog spatten? Wil je nog vlekken erop? Het kan allemaal. En je kan net zo lang doorgaan als jij zelf wilt. Wat ik ook leuk vind om te doen. Om erop te hebben is een klein beetje ietsje met goud geembost. Dus ik heb hier het witte emboss. Wat jullie bijna niet kunnen zien. Maar dat komt zo meteen wel weer tevoorschijn. Als ik het heb ingekleurd. Maar ik wil deze nog even met goud embossen. En voor goud heb ik een hele fijne. Van iZinc en die heet, poep poep poep, Reliefgold 3D Aladin. iZinc heet het. Ik ga heel even weer Marlene opzoeken. Hier heb ik haar. Oké, okay. we gaan het. Nou, dit is eigenlijk uit dezelfde reeks, dit takje, als waar ik net gebruikte de, weet je nog, die, die bladtak daarboven. En daar zitten nog meer hele leuke kleine elementjes in. Ga je ietsjes nog doen? Drie keer. En dan hoeft niet dat hele ding erop, hè, jongens, maar gewoon een stukje. Ik heb vergeten om met het uh, vierkantje, hoe heet dat? Dat zakje eroverheen te gaan. Dus hopelijk krijg ik niet te veel gedoe erover. Oké, okay, we schudden het vol. Het kan zijn dat bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld die krekels, nog niet helemaal droog zijn. Dan krijgt hij ook wat mee. Even kijken. Pak heel even een kwast. En hier mag iets weg. Dus als je te veel hebt gedaan, jongens, pak gewoon even een kwastje. En haal weg wat je niet mooi vindt. Oh volgens mij gaat die Krekkel ook uh, goud worden. Dat is wel mooi. Wil je dat niet, dan moet je zorgen natuurlijk dat eerst alle andere stempelinkten droog zijn voordat jij gaat beginnen hiermee. Ik moet even dat potje hier neerzetten. Daarom ging het net mis omdat ik met mijn papiertje tegen de iPad aan ging die hier boven staat. Ik doe wel dat of meestal, altijd die potjes weer goed dicht. Want ik ken mezelf. Dan stoot ik het erom. Dat heb je nooit, denk ik, hè? Daar gaan we weer, jongens. Even uh, geduld. Hm, of dit ook stempel? Ja, dat is leuk. Die Krekel heeft ook wat stempel in of wat goudpoeder meegenomen. Ik vind het goud. Eh, oh ja, leuk. Oh, Miranda, ik zet hem straks gewoon wel weer ergens neer. Hier op deze site blijft hij gewoon staan, dus in mijn, uh, op mijn tijdlijn. En ik zet hem gewoon op het videokanaal van mezelf. Je kunt altijd terugkijken. Ja, mensen moeten werken. Ik niet meer. En daarom kan ik het gewoon. Op... En ik doe het met opzet um, op de middag. Omdat op de avond zijn er al zoveel lives. En meestal om half, om half vier ook. Er zijn bedrijven die elke dag bijna live gaan. Nou, bij mij blijft het wel een beetje exclusief hoor. Ik ben net niet elke dag hier. Goed. Nou, eens kijken. It, ja, oh, sorry. Het geeft voor mijn gevoel toch wel een heel mooi effect hoor. Zie je dat? Ik weet niet of. Ik moet heel eventjes kijken, want we hebben altijd een beetje vertragen, maar je ziet het goud wel, hè? Jullie zien het goud? Och, Marianne, wat leuk dat je meekijkt. Ik had, um, um, waarom vinden jullie dat niet meteen? Ik had gezegd dat het in mijn eigen tijdlijn was. Oh, maakt ook niet uit. Weet je, vanaf nu ga ik <coughs> jullie vragen om het woordje stempel te typen, en ik zeg straks stop. En degenen die het woordje stempel hebben getypt of nee, doe iets anders. Doe maar Marleen. Typ maar Marleen. En dan, iedereen die Marleen heeft genoemd. Die mag van mij meeloten met deze mooie marleen stempel. En jullie zien hij is brandje nieuw. En ik ben er echt heel dol op. Want ik heb er prachtige dingen al meegemaakt. Dus ik vind die stempel. Deze vind ik ook zo mooi. Dat kleintje hier. Zo'n schatje. En die daar. Goed. Dus dan eh, zie ik allemaal Marleens verschijnen. En die mensen die loten dus mee voor een mooie stempel van Mylene. Heel eventjes dit wit straks nog wat extra opdoen. Ik vind hem nog niet wit genoeg, maar dat maakt verder niet uit. Ik laat nu zien op welke manier ik dat hele lichte, wat je bijna niet kan zien, je een beetje stom dat ik niet iets donkerder heb gemaakt. Dat kan ik nog natuurlijk, hè, wacht eens, want ik vind het een beetje licht geworden. Ik kan nu nog, als ik heel mijn rommeltjes even aan de kant gooi, gewoon mijn pampastel pakken en zeggen van, ik maak hem ietsje donkerder in die hoek. En dan weet je kijken... Zo. Je ziet dat je altijd weer met die pampastel eroverheen kan. En nu is hij toch wel wat duidelijker te zien. Nou, dan ga ik daar ga ik wat kleur aanbrengen. En daarvoor gebruik ik dan... Daar kun je van alles gebruiken. Je kunt gewoon potlood, kleurpotlood pakken. Je kunt uh, distress ink pakken. Je kunt van alles pakken wat over die pampastel zeg maar hecht. Maar wij hebben natuurlijk altijd in deze situaties. Altijd onze intense potloden. Dat zijn waterpotloden of aquarelpotloden. Die na droging eigenlijk um, niet meer oplossen. Dus dat is vrij uniek voor, uh, voor, die, club, voor die water. Of aquare Sorry, aquarelpotloden. Soms dan, uh. Ik heb ze hier. En ik ga op zoek naar een kleurtje. Nou, dat doe ik meestal. Dat ik gewoon even. Ik heb zo slecht licht hier hè. Even wat scribbel. Hier op mijn papiertje. Ja, ik denk och, Ik doe het eens een keer op een maandagmiddag. Waarom niet? Ik had het gisteren eigenlijk willen doen. Maar toen had ik eigenlijk zo'n zin om gewoon zelf lekker te gaan hangen en niks te doen. <laughs> dat ik dacht, dames, je, wacht maar even. Ik zou ook nog met een bruin tint. Nee. Ik denk dat ik dat groene pak. Ik vind dat wel mooi. Dus ik scribbel meestal zo. Oh, die uh, Martina, die mini inkjes dat vind ik zo makkelijk. Want ook als ik een workshop heb, twee van die doosjes mee. Ik heb deze dan, de Argyfels. Er zijn ook andere, maar dit zijn die van Tim Holt. En dan heb ik eigenlijk bijna alle kleuren heb ik bij me. In plaats van bakken met van die grote stempelinkten. Ik pak een waterpenseel. Dat had ik net al in de hand. Waar is die nu? Die kun je gebruiken met of zonder water. Je kunt hem eh, met water, dan moet je opletten dat hij niet te hard gaat lopen. Ik vind het vaak wel erg handig als ik op de bank zit... Want dan hoef ik niet een potje water erbij te hebben. Mij kennende, dat water ervan, hij iedere keer om. Dus eh, dan gebruik ik het waterpenseel gevuld met water. Ik zit te kijken of ik er hier nog eentje heb. Gevuld met water. Oei, een momentje, dames. Die baks ligt hier. Dus nee, had ik ze allemaal meegenomen die zonde waren? Volgens mij ik ze allemaal bij me die zonde waren. Goed. Dan pak je, dit is een beetje een grote, dit is de tweede maat. Ik heb het liefste deze van Derwent, hè, met die pushbutton omdat hij heel fijn haar heeft. En dan de dunste, smal heet hij. Dan heb ik hier een bakje met water. En die zet ik ver weg. Ja, het is zo'n grote bak vol. Oké, okay. en ik heb nodig een uh, stukje keukenrol. Want dat moet ik altijd erbij hebben als ik met water werk. Stukje keukenrol. En dan kun je hier vanaf dit papiertje. Kan ik gewoon wat kleur opnemen. Je kunt ook zeggen, ik pak... Uh, de pot, het potlood, en ik ga in de. Uh, zeg maar. in de openingen een beetje kleur aanbrengen. Maar wat ik zelf mooier vind is op deze manier te werken. Ik kan het echt heel slecht zien, jongens. Ik hoop dat jullie het wel kunnen zien. Dus ik probeer nu binnen de openingen van dit uh, ste uh, stempeltje. Oh, je krijgt daar een volledige naam. Dat is niet erg hoor. Ik snap het wel, Ria. Of Rita. Ria. Ja, die kreeg de volledige naam van Marleen. Dus nu ga ik gewoon in deeltjes van deze stempel ga ik wat kleur aanbrengen. De ene keer heel, heel klein beetje, de andere keer doe ik het wat forser. Zo. Even een klein beetje water bijtanken. Want een heel erg nat hoeft dat niet. Ik ben wel echt moeilijk aan het werken doordat ik zo'n lichte kleur heb genomen. Maar goed, soms. Zit het mee, soms zit het een beetje tegen. Je kan ook zeggen, ik pak twee kleuren. Je zou kunnen zeggen, ik pak er bijvoorbeeld ietsjes van dit bruin. Ik weet niet of het mooi is hoor. Hier nog bij. Oh, dat kan ook nog wel. Gewoon proberen, dan weet je het. En is het niet mooi, dan ga je er met de groene weer overheen. Pastel, Pastelpotlood kan ook. Maar dan moet je wel zorgen dat het daarna weer fixeert. Hè? Maar ik stel vaak met watercolor wel... Wel mooi, maar probeer het met, uh, met wat je hebt, hè, jongens. Heb je iets anders? Heb je oil pastels, Kan me niet schelen wat? Als het maar kleur afgeeft. Even kijken. Nou. Ik ben al een heel enthousiast. jullie. Ik heb groot beeld. Wat bedoel je daarmee? Ja, Marike, wat bedoel je met groot... Ik heb groot beeld. Hoezo? Je zit te kijken op televisie of zo... Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Hè? Het, is, het is een kwestie van die openingen. Ik denk dat jullie het misschien al binnen zien dan ik. Openingen vullen met een kleurtje. Je kunt het hier. Heel goed zien. Even zoeken, jongens. Waarom moet ik altijd zo zoeken? Ken je dat? Hier zit hij ook niet. Nou goed. Ik uh, hoop dat jullie het kunnen zien. Maar ik vul dus op deze manier zeg maar, mijn witte stempel. Ik kan ook zeggen. Nou, ik heb die goudkleurige. Daar heb ik ook wat openingen in, daar kan ik ook wat kleur in brengen. Dus wat jij maar wilt, hè. Je kan zoveel kleur inbrengen. als jij zelf wilt, hè. Zeg je van. vind ik hem niet mooi, die nu wel? Dan moet je het niet doen. Niemand is verplicht om het zo te doen. Ik laat je gewoon wat dingen weer zien. Wat is met de potlood? Oh, met de Intense of zo. Dit wat ik hier op de achtergrond doe, kun je natuurlijk met pampastel doen, maar je kan het ook met andere dingen doen, hè? Ik ga binnenkort proberen om zoiets te doen met de Copic refill's of met de Copic Markers. Even kijken. Zo. Nou, dan hebben we eigenlijk een deel van de omslag is klaar. Je kunt dat natuurlijk heel uitgebreid en heel rustig op je gemakje allemaal doen. Maar ik zie dat ik al meer dan een uur weer bezig ben. Ik heb mezelf intussen. Oké. Okay. Dan laat ik hem meestal eerst even op maat maken van het boekje. En dan heb ik hier dat boekje. Ik ga dit er even afhalen. Weet je nog dat van Vicky? En dan ga ik kijken. Nou, toch is het wel chic, jongens. Kijk eens. Dus ik vind het wel heel chic erop. En dan kan je dit erop plakken en zeggen van ik snij hem later eraf. Dat kan. Maar je kunt ook zeggen van ik zet even hier een streep. Nou. Een potlood. Ik laat een stukje van het bruine uh, zitten, jongens. Want dat vond ik wel mooi. Dit is, zet ik hier streep en dan ga ik mijn. Hoe heet dat ding? De snijmachine weer pakken. Kan ik kan hem met de hand natuurlijk snijden, maar ik heb hier geen snijplaat zo gauw, dus dat is handiger. Ja. En dan gaan we hem plakken. En dan ga ik hem versieren. Vind jij het leuk om de randen nog extra kleur te geven? Dat kan, daar zou je ook die donkergroene voor kunnen gebruiken. En ik zelf doe dat vrij simpel. Ik ga allemaal niet met daubertjes en weet ik het wat allemaal aan de slag. Ik pak gewoon mijn stempelkussentje en ik uh, ga hier zo langs. Dan krijg ik een beetje een groen, een groen randje, zien jullie? En misschien gaan daar die stempelkussentjes wel een keer van kapot. Maar dan zijn er altijd nog weer nieuwe te kopen en dat vindt de winkelier helemaal niet erg. Ik moet zeggen, ik doe dit al jaren en ik heb nog steeds diezelfde. Want hier zit wel ontzettend veel inkt in hoor. Ik heb er nog geen leeg. Hooguit eentje in een andere serie waar het sponsje van los is geraakt. Dat heb ik weer vastgeplakt. Let bij het kiezen van je voorkant-achterkant op de druppels, hè? Dat die niet omhoog lopen, maar naar beneden. Zodat er de zwaartekracht eh, wat op te doen heeft. Dan ga ik dat hier gewoon opplakken. Ik hm, zou er eigenlijk nog iets af willen hebben. Maar goed, we doen het op deze manier. Ik plak dan. Je kunt allerlei lijmen gebruiken. Och, klungel die ik ben. Had ik deze gekocht. En toen waren die puntjes uitverkocht. Dus ik denk, ach, pak dat ding wel vast. En ik denk je, ja, hoe moet dat nou? Ik heb gewoon mijn gat ingeknipt. Maar nou blijkt dat dat, dat uh, puntje er nou niet meer op kan. Dus jammer. Doe ik het maar even zonder een puntje. <laughs> dat zijn van die dingen die doen we allemaal wel eens verkeerd doen, toch? voor vind ik ook heel fijn. En ik. Uh, en die van Studio Light is fijn. Achter zijn zo. En van Marleen is fijn. zijn. Zoveel stempel. Of zoveel plakmiddelen. Dat ik gewoon kijk wat bij mij het meeste voor de hand ligt. En die gebruik ik. Goed, even kijken. Ik druk hem even aan. Want ik wil jullie heel even iets van die achterkant laten zien. Hoe je dat moet plakken. Nadeel van deze lijmen is wel dat ze meteen vastzitten. Even zoeken, want ik had hem hier niet goed. Nu is hij wel goed. Dan heb je natuurlijk van die afrondponsjes. En geloof me, ik heb ze ook. Maar poeh, waar zeg ik dan altijd? Ik roep altijd, ik heb van alles, maar ik weet nooit waar. Daar komt als je zoveel spullen hebt. Hij zit nog niet mooi. Want hij past echt precies. Zie je, hij steekt daar over, dus dat wil ik niet. Dan zul je net zien, als je een filmpje maakt, het maken bent, dat kan allemaal moeilijker gaat Oké. Okay. Kan hij nu? Ja. Nou. En dan kun je die rondjes of die hoekjes ook gewoon afknippen, hè. Als jij zegt van nou, ik, uh, ik heb zo'n afrondpontje, gebruik je dat lekker? Ik heb het ook, maar ik heb het stiekem verstopt, denk ik. Ik, heb, ik had nog ietsjes te groot, dus ik knip hem gewoon bij. Af bedoel ik, bij kan niet, hè? Zo. Dat is hem. En dan heb ik natuurlijk die rand weer geknipt. Dus ik zal nu nog even weer mijn dingetje kunnen aanzetten. Normaal best een beetje grovig. Of allemaal niet zo spits. Kijk, dat is de omslag. En die ga ik nu versieren. En daar kan ik tekstjes op doen. Daar kan ik plaatjes op doen. Daar kan ik eigen gekleurde materialen op doen. Ik heb van alles en nog wat liggen hier. Heel even zoeken. Ik had vorige of ik had vrijdag ook hele mooie plaatjes allemaal bij me. En er was één setje bij. En dat was hartstikke mooi. Met allemaal van die vrouwtjes. En ja, die is verdwenen. En ik heb gezien dat iemand hem in de hand had. Dus ik denk dat hij ergens verdwenen is waar, die, waar ik hem liever niet heb. <laughs> ja, dat gebeurt ook jongens. Dat wij gewoon uh, spulletjes meenemen. En dat je dan na zo'n demo of na zoiets je eigen spullen kwijt bent. Dat is jammer. Dus even kijken. Dan ga je op zoek naar allerlei plaatjes die je misschien hebt die zouden kunnen. Nou, dit vind ik op zich al ontzettend mooi erop. Kijk maar eens hoe mooi van kleur. Ja? Maar dan vind ik één zo'n plaatje niet zo leuk. Dus dan wil ik daar nog weer iets bij op hebben. Dit is trouwens die serie. Dit is een hartstikke mooie serie. Kijk, ik zou hem ook zo kunnen doen. Dat heet, um, even denken, Soulmates. En dan Women, oftewel vrouwen. En dan hebben ze vrouwen. En ze hebben ook Soulmates um, bloemen, flowers. Die is ook heel mooi. Ook de combinatie is mooi. Kijk, deze vind ik te groot. zo gaan we niet doen. We gaan dat kleine vrouwtje pakken. En eigenlijk is dit al goed. Wat ik zelf persoonlijk mooier vind. Ja, Leonie, dit verbaast mij niet. Ik vertelde dat vrijdag nog. Jaren geleden had ik wat boeken geschreven over techniek En dat was in het jaar 2000. En toen had Waterman had een hele mooie uh, millennium pen. En die had ik van een mevrouw van een bedrijf. Waterman had ik dat gekregen omdat ik wat voor dat bedrijf had gedaan. Dus ik geef een serie winkeliers. Het was niet in Nederland, het was in Duitsland hoor. Een hele groep winkeliers, 20, 25 mensen hadden we les aan. Ze kregen allemaal gratis een boek van mij. Ik signeer dat boek. En wat denk je op het eind van de signe-sessie? Moest ik naar het toilet of weet ik het veel wat? Toen ik terugkwam was mijn pen weg. Nooit teruggekregen. Ja, Dat zijn van die teleurstellende dingen, die hebben we wel. En die hebben we ook vaak op demo's, dat de spulletjes verdwijnen. Ik vind het jammer. Dan denk ik, goh, vraag dan. En als je nou nog iets heel erg graag wilt hebben... dan vaak ben ik nog niet zo beroerd om het je nog te geven ook. Kijk, je zou dit kunnen doen. Zie je? Die blauwe. Of ik zou deze erop kunnen doen. Die vind ik ook wel mooi. Nou, dit is ook wel leuk. hè? Dat is ook weer iets anders. Want ik had die bloemetjes en die. Uh, uh, hoe heet het? Die vrouwtjes. had ik er al eentje van. Nou, en dan kun je op zoek gaan naar een mooie vlinder. Ik heb hier van alles en nog wat in een bakje zitten, jongens. En dat is gewoon voor. Um, voor de mensen die bij de workshop zijn. Die kunnen daar hun eigen dingen uithalen uit Nee. Zie je hier nog wat? Oh, dat valt er allemaal uit. Dat is er meteen uit. Ja, ja ik snap het ook niet uh, Mary. Maar goed, het is verder niet, uh, geen, geen hot item. Maar jongens, ik heb spullen zat. Dus dat maakt me helemaal niet mooi. Wilma, ga ik die bloemen erop doen? Denk het wel, hè? Vind ik nog mooier dan die, dit poppetje. Want dat heb ik al. Dus dan ga ik deze bloemen erop doen. Meestal werk ik wat meer, zeg maar, uh, in de kleur. Dus ton, sur ton, Maar dit mag ook. Want dan springt die bloemen mooi uit. En dan geeft die ook een heel mooi effect op de achterkant. En ik vind op deze boekjes zelf het um, mooier om het zonder rand te hebben. Ik zal het jullie eens laten zien. Ik had het net had ik met rand, hè. Kijk, die rand die stoort mij dan toch een beetje. Zie je dat, zo'n witte rand? Dan denk ik, dan moet die rand moet eraf en dan valt... Dan vloeit je plaatje veel mooier over in je ondergrond. Nee, dat is te veel, hè. Nee, niet doen. Ik ben altijd iemand die wil van alles en nog wat proberen. Maar dat mag, hè. Goed. Die bloem is E40 mooi. We weet niet wat E40 mooi is. Maar het zal wel een. Uh, hoe heet dat? Autocorrectiefout zijn. Dat zijn er meer. Dames, ik pak gewoon mijn lijm weer. En ik ga die bloem hier oplijmen. En hou jij van veel spatten toestanden, Dan kun je spatten voordat je die bloem erop doet, hè? Maar ik vind dat op zich hoeft dat niet bij alle projecten die ik doe. Van werk merk zijn die welke deze bloemen? Bea? Deze bloem die ik hier heb gekleurd, dat is een bloem van Altenew. En die andere wat je net zag, dat was van um, Craft Klok die uitgeknipte plaatjes. Craft Klok, Soulmate en dan de, deze bloem, die is van Altenew. Ja, hoe de naam is, dat weet ik niet precies. Dan moet je even kijken, die zijn onder andere bij uh, Doording heeft er een heleboel van. Kijk dames, nou dat is toch een prachtig boekje, of niet dan? Tenminste, ik vind het zelf heel mooi. Nou, de achterkant. Eigenlijk ga je die op dezelfde manier bewerken. Dat ga ik niet doen, want dan zitten jullie te kijken naar iets wat ik al, ik weet niet hoe lang, gedaan heb. Alhoewel er wel heel veel kijkers nou zijn, zeg. 106, jongen, jongen. Geweldig. Ik wil er graag nog een tekstje op. Nou, dan duiken we weer in al onze teksten. Oh, pas op, want Ik ben vaak wat stempeltjes kwijt. Er komt nog een beetje chaotisch werk nu. Oké. Okay. Um, zijn jullie allemaal uitgemaliend? Vanaf nu mag je geen malien meer zeggen. Dat ga ik straks. Als ik um... even kijken, of ik maar of ik nog terug kan scrollen nu, maar dan gaat meteen iemand zoeken. Marleen, ik zie niks meer. Oh, jullie hebben wel heel veel gereageerd, zie ik. Even kijken. <laughs> ja, Martine, het is nog steeds hetzelfde. Ik herinner mij nog, Martine Bosman zegt, ik vind het heerlijk om naar je te luisteren met jouw humor. Weet jij nog dat er bij jou in de schuur toen de allereerste lessen hebben gedaan dat we Pampastel-docenten hebben opgeleid. Ik heb het er vrijdag met Joyce nog over gehad. Dat was wel heel gezellig hoor. Ontzettend leuk. Ja, uh, Marleen. Ja, ik kom hier bij de Marleen. Ik ga gewoon even scrollen. Oh, dat zijn wel een hele serie. Stempel mag ook hoor, die geldt ook mee. Ik heb hier. Ik heb nog niemand. Ik ga gewoon stappen. Hani, Hani Loy, jij. Krijg de stempel opgestuurd. Ik, zeg, ik moet even hier opschrijven, anders vergeet ik het. Honey, ik heb gewoon gescrollt, hè, jongens. En dan. Uh, ik heb nog zoveel wat ik op moet, stu op moet sturen. Want bij Noor heb ik van alles verloot. Ik blijf aan het sturen. Goed, dit moet ik heel eventjes uh, met een doekje doen. Want er zit een beetje lijm aan de buitenkant. Dat vind ik ook nu mooi. Ik heb ook vaak van die totjes van de Action hier liggen. Van die vezeldoekjes waarmee ik veel doe. Want ik wil eigenlijk een beetje dat. Al die keukenrol beperken. Nou ja. Ik vind hem mooi. Ik ga er nog een tekstje op doen. Wat hebben we aan teksten dan? Van alles en nog wat. En jongens, hier. Wat is dit? De sticky quotes van Marleen. Dan heb ik hier nog... Ik heb van alles en nog wat uitgezocht. Eh, boekjes. Delen van boekjes van Janine. Nou. Nederlands. Eh, Engels. Wat doen we erop? Dat is altijd... Ik vind dat altijd het lastigste van allemaal. Sommige dingen zijn ook zo ingewikkeld dat ik denk: wat bedoelen ze daar nou allemaal mee? Zal eens even kijken bij Marina als zij nog wat leuke quotes voor ons heeft. Small miracles. Ja, take no shit, dat vind ik niet, uh, niet leuk, hè? <laughs> Tenminste, niet voor dit. <laughs> This is where magic happens. Dat is wel een leuke altijd. Ik wil altijd iets positiefs hebben. No possibilities are waiting. Even kijken, happiness is homemade, ja. Dat vind ik, dat blijft gewoon een leuk. hè. Happiness is homemade, dus dat is wat wij hier allemaal aan het doen zijn. Gezellig knutselen met van alles en nog wat. Ik knip hem even in drie stukjes. Oké. Okay. En dan komt happiness ergens hier. Soms vind ik het jammer om overal overheen te plakken. Waar ik moeite mee heb is om dat recht te krijgen. Ik weet dat er ook allemaal hulpmiddeltjes voor zijn, maar vaak heb ik er nog geen zin in. Oké. Okay. Honey, leuk hè? <laughs> Happiness is. Hmm. Nou, die niet. Een beetje onhandig. Nee, die, is, die zit niet op de goede plek. Is ietsjes hier. En dan maar deze hier. Hij is erg grof, maar ik ga dus er zo met wit. ...met witte pen een striklijntje langs zetten... ...dan wordt hij wat minder opvallend. Maar goed, het straalt wel uit wat ik, uh, wat ik wil zeggen. Dat wil zeggen dat je dus uh, geluk kunt vinden... ...tenminste, zo is het voor mij... ...in de dingen die je lekker thuis hebt en doet en beleeft. Je hoeft niet altijd overal naartoe. Ik ga gewoon even een beetje langs de, het zwarte deel van die tekstjes... ...een beetje scribbelen... ...om het ietsjes minder zwart te maken... Nou, dit is mijn boekje. Kijk, ik vind het mooi. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Um, ik ga even scrollen. Want ik zie zoveel opmerkingen. Ik vind dat jullie met ontzettend veel hebben gekeken vanmiddag. Dat was erg leuk. Wat ik jullie uh, beloof. Vaak zonder witte rand, even kijken. Naknippen. Oh, toch niet. Ik vind, ja, joh. Jij chaotisch, ha, ha 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 maar het komt altijd wel goed uit hoor Jolanda, dat weet je. Ja, ik ben gewoon heel enthousiast. Ach, Jolanda heeft reclame gemaakt voor je live, wat leuk. Ja, dit hebben wij dus gedaan bij Noor voor van de week en mensen die dus niet konden komen, die wilde ik gewoon dit laten zien, dat jullie het ook gewoon allemaal kunnen maken. Ik beloof je dat ik gewoon met de Pampastel nog een, nog een video doe en dan een beetje van hoe maak je de kaarten mee. Wat zijn allemaal de mogelijkheden met Pampastel? Ik weet niet of daar belangstelling voor is, maar ik denk het wel. Ik zie dat ik wel veel van mijn druppels heb volgeplakt. Maar goed. <laughs> ik heb ook zo weinig. Ik wil er ook zoveel op doen. hè. Op zo'n heel klein A6je van 10,5 bij 15. Uh, bij nou, leuk boekje. Jullie hebben het gezien. De spulletjes zijn overal te koop. Ik ga dan de keer als ik uh, de volgende video met Pampa uh, pampastel doe, dan zal ik wat uitleg geven over de kleuren of kleurkeuzes. En wat je er verder zeg maar, allemaal nog meer kunt doen. Ik zie hier nog een hele mooie trouwens. Ja, ik ben echt zo, dan zie ik daar weer wat. Deze had ik allemaal op zolder liggen. Moet je kijken wat een mooie. <laughs> Deze stempel, dat is een hele mooie. Maar die ben ik even kwijt. Ik weet niet waar die ligt. Die zal wel ergens liggen. En dit zijn hele oude stempels van Studio Light nog. Die, die bloemen. Ik kwam ze pas nog weer tegen. Ik heb ze pas volgens mij ook nog verkocht in mijn verkoop. En dit was toen zo'n. Boekje met uh, aquarel van Studio Light. Dat heb ik toen ook gebruikt. Is ook met pampelstijl gekleurd. Nou, dames, ik kan al doorkletsen, maar het is uh, mooi geweest. Uh, ga leuke dingen doen. Ik ga lekker koffie drinken. Um, ja, Trudy, we gaan het gewoon doen. Maar ik, ik, ik doe geen tijdspad. Ik kijk gewoon. Ik zie nog één ding, want oh, ik ben echt al hoor. Als je, he, heel even nog, als je de achterkant... Je plaatje op wilt plakken, ja, nee, een probleem hè. Want wat doen we dan met die uh, elastiek? Nou, daar heb ik zelf gewoon dit voor gemaakt. Ik heb dus een blaadje gepakt, dit is mijn blaadje, en dat moet dus zo komen te zitten zometeen. En dan heb ik gezegd: Oké, okay, dit is het midden van mijn elastiek. Zien jullie dat? En dan leg ik hem zo neer, even doortrekken, en dan weet ik dat ik hem hier. Dus dit moet ik inknippen, die T. En datzelfde doe ik aan deze kant. En ik had al een malletje gemaakt, omdat je natuurlijk met een heleboel mensen werkt. Dan hoeft niet iedereen dat iedere keer uit te tekenen. Dus daar konden ze gewoon natekenen. Zie je dat? Dit. Ik zal het even uitlijnen. En dan kan die straks op deze manier erin. Moet je opletten dat je druppels wel goed zijn. Dus als ik dit heb ingeknipt... Ik kan het nou niet doen, want ik heb de druppels verkeerd om... Kijk, want ik moet hem zo doen. Dan knip je dit knipje in, zien jullie? En dan kan ik dit gewoon hier zo inlijmen. Ik ga hem even voordoen, zo, 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 zo. Kijk, en dan zit hij goed vast. Ja, als ik hem dan vast heb zitten, dan is mijn boekje mooi en dan kan ik gewoon zo mijn elastiekje naar de voorkant doen. En dan zie jij niets meer van die gleufjes die je erin gemaakt hebt. Handig? Vind ik wel. Goed. Dames, fijne middag. En is er wat, zet hier gewoon onder of stuur. Zet gewoon onder mijn, uh, op mijn tijdlijn de vragen. Dat is eigenlijk wel het makkelijkste. Ik krijg veel persoonlijke vragen. Op zich niet zo'n drama. Maar ik denk, zet dat nou gewoon of in mijn creatieve ruimte... of op mijn tijdlijn. Daar, daar hebben er meer mensen pr profijt van. Toch? Goed. Ik kijk of er nog wat was. Volgens mij heeft niemand nog een vraag. Iemand nog een vraag? Stel hem dan nou gauw eventjes. Dan kan ik het... Uitleggen. nou, Kijk bij de winkeliers wanneer ze eens een keer een aanbieding hebben. Want soms dan hebben ze 10% in dit of 15% in dat. En dan zou je dat kunnen aanschaffen. Er zijn ook mensen die hebben het heel goedkoop aan kunnen schaffen dat andere mensen ermee stopten. Maar goed, ik heb uh, bijna weer anderhalf uur volgekletst. Dat is voor nooit een probleem voor mij. Um, fijn dat jullie er waren. En een hele fijne middag verder. Dag dames. Tot ziens.